Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de vijfde aflevering van Robin's Moltock. Deze aflevering zal waarschijnlijk iets korter zijn dan normaal, misschien wel meer dan uh, normaal. Uh, maar dat komt eigenlijk omdat deze aflevering een soort van lastig te bespreken is. Maar goed, ik uh, ga toch iets uh, proberen. Maar goed, we gaan uh, natuurlijk wel de aflevering bespreken. En ik wilde eigenlijk in instantie wat anders beginnen. Maar goed, dat is toch niet helemaal van gekomen. In ieder geval moest ik deze aflevering wel een paar keren tot drie tellen toen ik zag dat Joshua het spel moest verlaten. En ik denk dat naast mij toch een heleboel mensen hun punten zijn verloren, zo niet alle punten. In ieder geval, het was weer een aflevering waar schilderijen niet begrepen werden, er geen zekerheid geboden kon worden en ook een hoop mensen ontspoord werden na deze executie. In ieder geval was dit uh, erg kort samengevat, de aflevering. En dan uh, is het nu tijd om door te gaan naar de hints en theorieën, natuurlijk. Zoals ik net zei bij de intro van deze aflevering, was de titel van deze aflevering, Verwies de Mol, natuurlijk tot drie tellen. Ja, buiten dat ik dat een paar keer tot drie moest tellen, waar was er eigenlijk één ander moment waar iemand anders ook tot drie moest tellen. En dat was uh, René. En dat was tijdens de eerste opdracht toen Josje waren weer eens wilde bepalen wie bij wie moest komen. Ja, ik ga nu eens een keer met Charlotte. Jij bepaalt dat altijd alles. Ik bepaal nooit eens. Wel, heel vaak. Uh, we, we hebben dus tekenaars en raders nodig in allebei de teams. Als jij het niet erg vindt ga ik toch haar nee, nee. stelen. Maar kijk, nu wordt het wel weer bepaald. Daar had ik het over. Nee. Nou, dit is in ieder geval een erg kort stukje en dan gaan we door naar uh, opdracht 1. De titel van opdracht 1 is Wie, Wat, Waar. Tijdens deze opdracht kon er 1900 euro verdiend worden, maar door de goede schilderkunsten van iedereen is er geen geld in de pot bijgekomen. En hier zijn mij wel een aantal dingen opgevallen. Te beginnen natuurlijk met Charlotte. De schilderijen van haar waren zo klein uitgebeeld dat het gewoon niet te zien was voor anderen wat erop stond. Zelfs Joshua kon er gelijk uit opmaken wat er te zien was. Hoe vind je dit? Dit is op de kaasmarkt. Ja, dat zie ik gelijk. Echt? Ja, dat zie ik echt gelijk. En uh, natuurlijk uh, alle gekheid op een verfstokje. Het was ook heel lastig om hier geld te verdienen. Zeker omdat ze te makkelijk dachten over de schilderijen. Aangezien iedereen natuurlijk een andere interpretatie heeft van wat er geschilderd is. Maar mocht Charlotte de Mol zijn. In dit geval heeft ze de opdracht daar natuurlijk meer dan uitstekend uitgevoerd. Want ze heeft de schilderijen goed verprutst. Want wat ik ook vreemd vond is dat de schilderijen vandaag altijd netjes waren. Maar wanneer ze over de, uh, over de Balustrade heen werden gehangen. Zat er allemaal hele vage strepen zat erop En die waren niet gerelateerd aan het schilderij. Dus misschien was dat wel een actie van haar. Om te zeggen van nou ja uh, ik ga het onduidelijk maken. Waardoor het in sowieso niet geraden kon worden. En dan is het natuurlijk ook Rocky. En eigenlijk verdacht ik haar al niet veel. Maar ja nu is het ja, nagenoeg weggevallen. Want ze had toch wel een van de beste schilderijen van iedereen. Ik zeg wel nagenoeg weggevallen bij Rocky. Maar dat ga ik zo meteen nog even op terug. Eerlijk gezegd was het bij mij ook echt duidelijk wie en wat het was, maar blijkbaar zagen de anderen dat niet zo. Hier viel mij ook nog wat anders op, namelijk de achtbaarschilderij van Charlotte. Hier gaf Splinter aan dat hij een achtbaan zou opschrijven, maar wat zou inhouden dat als het goed is 50 euro voor de pot zouden verdienen, maar dat was dus niet het geval. Ik denk dan dat het ook wel een subtiele hint naar Splinter zou kunnen zijn. En dan gaan we door de opdracht 2 ook wel genaamd zekerheid bieden. In deze opdracht moesten de kandidaten bieden met geld uit de pot hoeveel ze het waard vonden om voorinformatie te krijgen voor de derde opdracht. Het was dan ook wel behoorlijk opmerkelijk dat drie kandidaten evenveel boden voor de voorkennis van de volgende opdracht en daarmee ook gelijk een team gevormd hadden. Een mol hoeft hier natuurlijk niet veel te doen omdat er altijd de kandidaten zijn die hoger bieden om informatie te krijgen. Dus degene die dan in dit verhaal over zullen blijven zijn splinter René, ja, die 500 als het goed is en 1000 euro boden om informatie te krijgen, dan zou een van hun twee zou dan de mol kunnen zijn. Nu kan ik natuurlijk ook zeggen dat de mol zich heeft aangesloten bij de 5000 euro kandidaten, omdat er dan een executie zijn tussen drie kandidaten. Maar ook al heb je voorinformatie over de opdracht, dat betekent nog niet dat ze deze opdracht succesvol af zouden kunnen ronden omdat je de voorinformatie hebt. Dus linksom of rechtsom, dan zou iedereen behalve Joshua verdacht zijn. Want hij is natuurlijk afgevallen. En dan eh, door naar de laatste opdracht, genaamd ontspoord. Naast de drie vrijstellingen kon er ook nog geld gewonnen worden voor de pot. In dit geval van de 1800 euro hebben ze 750 euro binnen kunnen halen. Niet veel, maar wel iets. En natuurlijk hadden we ook wel een paar bijzondere momenten hier. Natuurlijk, eh, na aanleiding van opdracht 2 wisten we natuurlijk al dat het team met de. Eh, voor kennis als eerste bij de vrijstellingen zou zijn. En ja, het is een beetje tegenstrijdig met wat ik net zei, maar goed, het is een theorie. Dus je zou het daar wat rustiger aan kunnen doen, of doen alsof je niet snapt. En een goed voorbeeld hiervan is Charlotte, welke de code niet ziet. Rocky ziet wel de code gelijk en geeft instructie hoe het gezien zou kunnen worden. Dit zou als een antimolle actie gezien kunnen worden, maar ook in hint richting Rocky. Als mol, omdat zij als mol natuurlijk nog meer voorkennis heeft dan de overige twee kandidaten. En natuurlijk aan het einde van de opdracht wordt ook wel een soort van bevestigd dat de mol bij de drie moet zitten. die als eerste bij de vrijstellingen zijn. Want de timer van het geld loopt terug zonder dat ze op stop drukken. En dan eh, zijn we alweer aangekomen bij de executie en afsluiting van deze aflevering. De aflevering waar een hoogverdachte kandidaat, namelijk Joshua, het spel moest verlaten. De verdenkingen zijn natuurlijk uiteraard weer veranderd voor de zoveelste aflevering. En ze zijn nu ook eigenlijk weer heel onzeker geworden. In ieder geval staat Marij nog in mijn verdachte lijstje en René. En ik zat een beetje te twijfelen: ga ik Charlotte er ook bij zetten? Het zou kunnen, maar die hou ik voorlopig nog even op de achtergrond. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Rocky. Is het veilig om er twee mollen in te zetten? Nee, nu nog niet. Want er zijn nog eigenlijk te veel mensen in het spel. Maar we zijn nu. Halverwege natuurlijk het seizoen. En ik wil toch een kleine gok gaan wagen. En dat is voor nu waar ik het ook bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter. En vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet je niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu. Later.